Hoi! Hallo jongens! En welkom bij product update nummer 39. We zitten hier, ik zit aan mijn korte mouwtjes nu, want buiten is het al best warm. Ik zou het, ja. 26 graden. Ja, ik heb een korte mouwtjes onder zitten. Dus... Ja, we waren op twijfelen. Gaan we binnen zitten, gaan we buiten zitten? Ja, dat klopt, ja. Klopt. Dus buiten gaan we binnenkort even doen, ja. Maar nu nog even niet. Iets grappigs. Ja. Maar ben jij rechts of links handig? Links. Jij bent linkshandig. Maak je je handen even zo. Kijk, iets hoger. Kijk, super. Ja. Wat we doen is het volgende. Ik ga een kruisje zetten op mijn hand zometeen. Dat gaat als volgt. Kijk, dat zullen we laten zien. Ik ga een kruisje hier, ik zal je hier laten zien. Op mijn hand. Zo. Zie. Mm-hmm. Mag jij je linkerhand gewoon sluiten? Hou hem boven mijn hand. Zo. Zie. Hou ik mijn hand eronder. Ja. En dan gaat dat kruisje gaat verdampen van mijn hand. Ja, hij gaat geloven. Niet geloven, hij gaat verdampen van mijn hand. Ik had het zo doen zelfs. En dan gaat terechtkomen. Zie. In jouw hand. Tenminste, dat hoop ik. Zie. Ja, hey. Dat is een live performance van Double Cross. Double Cross, ik heb het zien. Double Cross van Magic Smith. Nou, we hadden dit kan al... Ik kan al, ook niet af, zo. Ik kan niet meer af. Ja, we wassen, maar... We hebben dit al ooit gekocht. Voor Blackpool zelfs. Voor klanten die dat bestelden. Toen vonden we het al heel gaaf. En op Blackpool zagen we het nog eens. Ze zagen hoe makkelijk het verkocht daar aan de stand van de Magic Smith. En toen dachten we, nou, dit moeten we gewoon op voorraad leggen. En we hebben de eerste partij die we binnen hadden, is nagenoeg op nu. Er is een nieuwe partij onderweg al, dus maak je geen zorgen. Ja. En vet. Het is... Ook niet moeilijk ook. Vet. Ja, is vet. Ja, is heel vet. Je kan op verschillende manieren doen. Dit is de manier waarop ik hem doe. Laat ik zeker even bij. Je kan ook op een andere manier het vertonen als je het druk zou kopen. Dan snap je precies wat ik bedoel. Want ik ben, ja. Nou ja, je kunt hem impromptu doen als je de stift bij je draagt. De stift is alles wat je nodig hebt. Ben je compleet klaar voor de truc. Ik gebruik zelf iets extra's. En dat is puur omdat ik de dop niet in mijn mond wil stoppen. Dat is handig nou dat je handen vrij hebt. Maar ja, dat is wat je zelf wil. Nou, alles zit erbij, inclusief online instructies. En Double Cross kost €65. Nou jongens. Ja, een heel goed gemaakt duidelijk instructievideo. Ja. Eigenlijk alles van Magic Smith is super goed gemaakt. Dus je hoeft geen zorgen te maken dat het fout gaat. Ah! Sorry, gaat ie? Ja, ja, ja. Nou, dat is een flinke duim. Zie je? Dat is een flinke duim, ja. Dat wil ik net zeggen. Hij klopt nog na. Jongen, 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 jongen. Dat is de latex, latex funny duim. Of ik weet niet of er precies een... Ja, latex duim. Latex duim, latex duim. Ja. Ja, super grappig als je tussendoor op een of andere manier verwerkt. Een deurtje dichtgooit van je koffer, of je koffer dichtgooit, je vinger, duim zit er zogenaamd tussen. Ja, ze zeggen je kan er een D-light in gebruiken ook. Oh ja? En aan, uit en uit en dan lijkt hij of die, dat hij klopt van de pijn, zeg maar. Oh, dat is geheim. Dat is kan ook nog. Latex duim. Yes. Kost. Ja. Je denkt, waar gaat René nu heen? Die gaat zijn briefje zoeken wat is gevallen. Latex duim. Kost geen idee. Want die staat hier op het lijstje. Die hebben we voor meegerest op het laatst. Ik gok hem even op 27,5. Want volgens mij klopt het wel. Okay. Okay. Zo niet. Staat hier de prijs alsnog in beeld. Latex duim. Ja, dit is ook. Ik vind dit ook wel een heel bijzonder iets. We kopen ook al heel lang eigenlijk. Het is een klein plateauotje. It's amazing. Kijk even of het boven goed in beeld komt. Deze is David Copperfield en Klein. Ja, een massieve bal. Het is een plastic bal, maar het zou een houten bal kunnen zijn, wat dan ook. Die denk je hier neer. Ik pak er twee dingetjes bij. Het is een zwart flapje. Zie. En een speelkaart. Nou, die speelkaart die kun je tegen de kaart, tegen de bal laten leunen. Deze manier, zo. Kijk, dan heb je het scherpje heb je ook nog. Dat zet je achter. Mm-hmm. Zodat eigenlijk die bal niet weg kan. En voor alle dagen hier is allemaal niks. En het enige wat je doet is dit. It's amazing! En die bal is helemaal verdwenen. En je vraagt je af, waar is de bal? Die bal zit helemaal onder de tafel bijvoorbeeld. Dit is Vanishing Point van Tenjo. Wordt maar één bal gebruikt. Er zit niks verborgen, er zit geen platte bal in het dingetje, laat ik zo zeggen. Als ik dat zou, inderdaad zou denken, want het is echt een massieve bal. Nee, het is het niet. Is het moeilijk? Nee. Het enige, dat is niet een nadeel, maar het kan niet rondom. Je kan het alleen van voren laten zien, maar vet verbluffend. Ja, vergis je niet. Dit is Vanishing Point van Tenjo, dus €29,50. Let op, we hebben nog een truc die heet Vanishing Point. Dat is een kaarttruc.
dat je je niet zal vergissen als je gaat bestellen. Ja. Check de tekening of de foto erbij. €29,50. Cool. Nou, smileys. Nou, dat is in ieder geval een vrolijk iets. Absoluut, absoluut. Goed. Allemaal kaarten, er zijn allemaal smileys op. Dat vind ik allemaal verschillende trouwens. Ja, allemaal dezelfde smileys, maar allemaal, kaart, gewoon een kaartspel met allemaal smileys. Ja, gewoon allemaal een normaal kaartspel met allemaal smileys op, super ver. Op de achterkant. Goed. Ik zal ze nog een keer door elkaar heen schilderen zo. En dan mag je dadelijk een keer stop zeggen als ik weer zo door die kaarten heen ga. Momentje. Zeg maar stop ergens. Wacht. Nee, zeg maar stop. Dat moet ik zeggen. Stop. Hier zo? Ja. Zeker weten? 100%? 1000%. Kijk naar deze kaart. Ja. Ik zal hem ook aan de rest laten zien. Ja, laat hem boven ook even zien. Voor de zekerheid. Boven de camera. Ja. Ja. Duidelijk. Ja, dat is nog duidelijk. Ja, ik heb hem niet gezien. Nu kom ik hier bovenop. Ja. Zo ertussenin. Mm-hmm. Dan heb je hier een neppistool. Ja, dat is een nep in ieder geval. Ja. Hou maar eens vast. En dan schiet maar eens richting de smileys. Dan zijn ze niet meer happy als ik richting smiley ga schieten, toch? Nee, klopt, dat klopt. Oké, dan even... Oh, sorry smileys. Ik zal het nog verder opbergen. Zo, oké. Okay. Ja, exact. Kijk, want... nou, met de meeste smileys is niks aan de hand. Sterker nog, met alle smileys is niks aan de hand. Oh. Maar er is één smiley hier in het midden. Minder vrolijk. Die geraakt is. Verder is geen enkele smiley heeft een gat in zijn hoofd. René, welke kaart had jij gezien? Schoppen 7. Schoppen 7. Als ik het goed heb. Schoppen 7. Schoppen 7. Smiling Assassin. Super coole truc. En je zou zelfs, denk ik nu aan, uiteraard denk ik er nu pas aan, niet eerder. Signeren kan, maar dat is zonde van je kaart. Maar je zou wel een sticker bijvoorbeeld met je naam erop kunnen laten plakken. Die eraf haalt weer. Als je het zou willen, weet je wel. Dat is echt dezelfde kaart die toeschouwer gekozen heeft, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het zou kunnen, hè? Stickertje met je naam erop. Hoeft niet, maar het zou kunnen. Ja, nee, dat zou inderdaad kunnen, ja. Leuk. Ja, super makkelijk. Ik denk niet dat er een makkelijke truc is. Dat denk ik ook niet. Ja, die zijn er wel, maar niet veel makkelijker. Niet veel, nee. En deze kost €22,50. En je hebt de optie om ook nog aan te vinken, zolang de voorraad strekt. Doe er meteen een pistooltje bij, dan krijg je een klappertjespistool erbij. Voor een paar euro extra. Dus die optie is er ook. Ja. Smiling Assassin. Yes. Laatst waren we een weekendje weg. Gezellig. Gezellig, zeker. En toen waren we een hotelletje, een beetje een ouderwets hotelletje. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben ze wel eens pasjes, maar nee, wij kregen een sleutel. Met een balkje eraan. Met een stuk hout eraan, zeg maar. Een halve boom zat eraan. leuk, maar we gingen op het terrasje zitten. En ik zat met het ding in mijn zak. Ik denk, daar zitten we geen meter. Zo'n lange... Zo'n balkje in je zak. Zo'n lange... Precies dat. Dus ik haalde die tevoorschijn. En ik zat ermee te spelen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Misschien kun je er iets leuks mee. In principe is gewoon zeg maar een kettingje aan een... stokje, dat is wat het is. Het is niet minder, zeg maar. Ja, ja. Maar wat nou, als je, toen dacht ik, wat nou als ik dit zou kunnen doen, dat ik dat zou kunnen verplaatsen. Zeg, je pakt het kettingje vast, zeg maar, ik zal het zo vast houden, ik kan het duidelijk zien. Ja. Je pakt het kettingje vast en je verschuift dat kettingje, het hele gaatje, zeg maar, naar een andere plek. Zie je? Dus dat het gaatje dan, zeg maar, in je midden komt te zetten. Dat is heel vreemd. Dat is, nou, dat is op zo'n mensen. Waar zijn ze bij het hotel? Nee, die ober is gekeken. Wat doe je nou? Toen dacht ik, maar als ik het naar het midden kan verplaatsen, kan ik waarschijnlijk ook heel makkelijk weer terugzetten. Op het uiteinde, zie je? Kan ik ook. Dan zetten we weer terug. Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp er helemaal niks van. Nee. Dus voor alle duidelijkheid. Je kan het gaatje verplaatsen naar het midden. Zo. Zie je? Kijk, zeg maar... Zo. Of je kan het verplaatsen naar het uiteinde. Even voor duidelijkheid, er zit dus niks in wat kan schuiven of zo. Nee, er zit hier niks. Het is echt gewoon een massief plankje. Een balkje met een gat erin. Dat is wat het is. Meer niet. Dat is de Keychain Mystery. Keychain Mystery heet het. Wil je checken? Ja. Keychain Mystery kost €25. Op is op. We hebben er een aantal van, ik geloof nog een stuk of 10. Komen niet meer terug. Kost €25. Met Engelstalige instructies erbij.
Alhoewel, volgens mij heb ik ook nog Nederlands erbij zelfs. Want vroeger maakte Mikami dit. We hebben deze ook al een aantal jaren liggen. Die waren in de vergetelhoek geraakt. Laatst, ik weet niet hoe ik erop kwam. Of iemand iets vroeg met sleutels. Of ik weet niet, we stonden hier. Het zei ik, wacht even. Toen ben ik naar beneden gerend. Dacht ik er lekker aan. Waren we hiermee in het spelen. Toen dachten we, nou, dit moeten we eigenlijk gewoon laten zien in de update. Want het is een gaaf ding. Is het klaar? Echt een gaaf ding. Ja. Keychain Mystery. Heel leuk. 25 euro's. Alright. Nou, ik ben het weekend naar de juwelier geweest. Nou. Meneer, heeft geld over. Het zat eraan, ja. Had geld over. Het zat eraan. Ja. Nou, was een broodje pindakaas vanmiddag, maar... Zieke ring, hoor. Blink. Absoluut. Gaat iemand heel blij mee worden. Dankjewel. Ja, nee, zo ben ik. niet die pas waarschijnlijk. Nee. Nee, niet die pas. Hij past niet. Okay. Nee. Nee, hij past niet. Alright. Alhoewel, ga je er iets mee doen? Ja. Dan pak even deze. Dan laten we die hier liggen. Oh, goed. Want als je de trailers gaat bekijken en de foto's van de truc, dan zie je overal deze ring afgebeeld. Mm-hmm. Is overigens geen speciale ring in de zin dat er iets mee is. Maar deze ring krijg je erbij om deze truc te oefenen als je zelf geen ring draagt. Dus deze laten we eruit. Deze is mijn trouwring, is er maar eentje van. Dus dat je ziet dat alles wat we doen ook echt fair is. Ja. Ik zal het doosje dicht doen, dat niks van mij kan gebeuren ook. Oké, fair. Het hier dan neer. Mag ik hem op mijn hand zetten? Ja, tuurlijk. Heb ik hier nog een andere doosje bij. Even kijken. Zuppakee. Nou, dit is een kistje waar wij ook nog hebben staan. Bij dit kistje hoort een sleutel. En nou is het mooi, hè? Let op. Ja. Maak kistjes open. Ja, weg. Gone. En misschien zag je de beweging al. Ja, die zag ik. Niet dat ik dacht dat het ging gebeuren trouwens, maar ik zag wel de beweging. Ja, ja. Nou, ik zal een klein beetje aan de kant zitten hier. Maak hem maar eens open. Hands off. Ik zal het zo ver mogelijk doen, dat denk ik dat ik niet ook in het complot zit. Jouw ring. Het zijn twee trucs in één verwoven. Ja. Dit is een losse truc. Ja. Dit is een losse truc. Ik zal hier aan zetten. Ja. Er bestelde een klant Vanishing Ring. Zo begon het. Ja. Wij zagen al trailers. We kregen trailers toegestuurd van tevoren al. We zagen het. We zagen de prijs en dachten. Eerlijk. Nou. Het is van Sense Mind. Sense Mind heeft mooie ideeën. Hm. Maar is het niet altijd even praktisch? En zeker gezien de prijs hadden we zoiets. Nou. Laten we het even aanzien. Toen bestelde een klant er eentje. Die kregen we binnen. Ik denk, even kijken wat het is. Mm-hmm. En ik zag het. En ik dacht, nou, dat is toch wel echt vet gemaakt. We hebben dat hier een paar mensen in de winkel laten zien. Die heeft hier een aantal dagen gestaan, die ring, voordat die persoon die kwam ophalen. En doordat we deze lieten zien, verkochten we er al bij voorbaat, zeg maar, een aantal. De mensen zeiden, nou, die moet ik hebben. Ik zeg, nou, ze komen volgende week binnen. Nou, we bestellen ze nu elke week bij, omdat het gewoon een heel vet ding is. Het is echt waar. Zo goed gemaakt. Ik bedoel, je kan, de toeschouwer mag het gewoon onderzoeken. Het is gewoon een dicht doosje. Luxe gemaakt, chic gemaakt. Vloers. Vloers allemaal. En het is echt een compleet mechanisch ontworpen doosje. Er zit een compleet systeem in wat de ring laat verdwijnen. Nou, wat je nergens leest in de beschrijving en in de video's is... Hoe krijg je de ring terug? Laat ik het zo zeggen. Hoe komt de ring ergens anders tevoorschijn? Nou, wat je net zag was een live performance... Je kunt dat nog aanpassen aan wat je zelf wil, maar in principe, zoals je net zag, verdwijnt de ring en komt die ergens anders terecht. Dus het is geen, je hoeft niet onder de tafel te duiken met het doosje om de ring die verdwenen is ergens weer tevoorschijn te halen. Mm-hmm. Het gaat super easy. Ja. En hoe vaker je dat gaat doen ook nog, want het is voor ons nog relatief nieuw. Ook al zag ik dat voor mij vanaf hier in ieder geval heel goed uit. Ik weet niet van voren, maar in principe zag het super uit. Zo simpel is het, toch? Het werkt. Bijna. Ja, we hebben hier toeschouwers, mensen in de winkel laten zien ook, en dat deden we op dezelfde manier. Nou, er is gewoon niemand die het zag. En de mensen die we daarna lieten zien hoe het werkte, die zeiden echt, nou, dat is toch wel iedereen, echt iedereen heel die gemaakt. Erover in de winkel is geweest, en niet de minste, die zijn hier zeer over te spreken ook. Ja, ja. We hebben hem in blauw en zwart. Hij was er ook in rood, die is al uitverkocht, was een beperkte oplage van 100 stuks.
Zijn niet meer verkrijgbaar. Dus zwart en rood hebben we normaal op voorraad. Zie je er eentje niet op de site staan? Nou, dan weet je waarom. Dat die heel populair is. En dan check even. Elke donderdag krijgen we een nieuwe voorraad. Dan komt die gewoon weer binnen. Of sturen ze een mailtje. Nou, in principe proberen we ze op voorraad te houden. Alleen het is, ja, het is gewoon een heel cool ding. Ja. €179,95. Mm-hmm. We lieten het verschijnen in de Ringbox. Nou, voor de Ringbox hebben we echt een mega goede prijs, vind ik. 15 toch? 15 euro. Ja. Volgens mij is het 0400. Heb ik hoofd. Artikel 0400. Ja, daarom. Dat zegt iets, want dat betekent dat het veel verkopen. Ja, is gewoon zo. Het is een, ja. En het is super degelijk, mooi, netjes en super makkelijk. Je kan kleine voorwerpen, munten, ringen inladen terwijl het doosje toch gesloten is. In een seconde. Ja, nee, dit is een vet ding. Er zijn, ja, er zijn als mensen je die de DVD zet van David Stone, Real Secrets of Magic. Die doet hij ook, ook met zo'n doosje. Ja, en er zijn mensen die gebruiken het om het op slot te maken en dan iets uit te stelen. Dan krijg je hetzelfde als dit. Ook mensen die gebruiken. Ik vind het is niet voor gemaakt overigens. En het kan. Maar het is frommel. Tegenover. Wauw. Tegenover, kijk, en ik bedoel, als je even spieken waar de demo code op staat, dan moet ik er zo om. Zo. Je krijgt ook, ja, je hebt het idee dat je gaat trouwen als je dit koopt. Weet je? Ik bedoel, kijk ook wat de verpakking ook. Heel mooi. Het is. Ja, mooi, eerlijk gezegd. Ja, toch? Ja. Ah, ik moet zeggen, tegenwoordig die verpakking wordt zo allemaal chiquer en mooier. Of dan komen ze allemaal van dezelfde plek af, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, verpakkingsdistributeur is er blij mee in ieder geval. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat was dus de Ringbox en de Vanishing Ring. Zo is het. Even kijken. Er ligt nog veel, uiteraard. Briefje van 10. En mijn fietssleutel. Ik denk, ik ben sportief vandaag. Was je erop? Ja. Ik ga op de fiets. Ja. Ja. Ga je nu gatten prikken? Nou ja, ik ga het wel proberen als je het niet erg vindt. Nou, voor 10 euro. Ja, even kijken. 1, 2, 3. Hij zit er dan recht hier doorheen, zie je daar. Ja, helemaal duidelijk. Let op. Dan gaat hij er zo weer terug vanaf. En dit ding is ook gewoon nog. Ik kan het allemaal controleren als je wil. Oké. Okay. Ja, het is voorbij voor je ergen net. Mooi hoor. Pakketje heb ik hier even niet liggen. Ignition. Ja, ik zie het pakketje zo snel uit de Double Cross eigenlijk een beetje. Ja, dit was een heel vlugge ja. Demonstratie, maar. Ja, je kan hem op verschillende manieren doen. Mm-hmm. Dit is één versie. Wat je ook kunt doen is het voor. Check de 10 euro nog even als je wil. Ja. Een soort idee. Dan laten we hem nog even zien. Dit is echt, hè? Dus niks niet er speciaals mee is. Dan kun je in principe ook dit doen. Je zegt ik heb de sleutel. Dus exact hetzelfde wat jij dit eigenlijk doet. Ja. Sla je er doorheen. Uh-huh. Kun je laten zien, zo, dat hij er echt doorheen zit, zeg maar. Ja, ja. En dan kun je hem ook eruit trekken, zie je? Wow. Oh, dus je kunt en visueel eruit trekken en je kunt hem zo eruit trekken. Dus wat je zelf eigenlijk wil. Nice. Dus het kan allebei, maar het is allebei, allebei goed. Maar het is een keuze die, die je maakt. Cool. Die je maakt. Dus Ignition. Ignition kost €69. Ook compleet met een video-instructie bij online en de sleutel. Ja, die kun je zo in je sleutelbos hangen. Ja, ja. Heb je altijd een trucje bij. Be aware of copies, zeg er even bij. Dit ding is op de Chinese markt ook verkrijgbaar. Ik zou zeggen, kopen. Zeker doen. Want dan weet je daarna. En dan weet je dat je een week later ons kunt bellen. Ja. Doe mij toch maar eentje die werkt. We weten dit, want een klant was in de winkel en die zei, ik heb die ook, het werkt echt voor geen meter. Ik zeg, wat heb je betaald? Nou, ik weet niet wat hij zei. €15. Ik zeg, nou, laat zien. Ja, het werkt niet. Het doet het niet. Want het is fout gemaakt. Hij liet het zien hier ook al bij zich. Ik zeg, nou, ik heb ze aan lachen. Ik zeg, ja, het ziet er inderdaad hetzelfde uit. Maar de truc doet het niet. En dat heeft een simpele reden ook. Dit is de echte. Dit is de goeie. Dit is super gewoon. En moeilijk? Nee. Aan je sleutelbos hangen. En iemand zegt, hey, je bent toch goochelaar? Ja, doe een trucje. Dan heb je een tientje, heb je €20, heb je €30. Flats erdoor, eruit, klaar. Ready to go. En de sleutel mag onderzocht worden. Dus massief. Niet dat mensen denken, sommige mensen denken, hey, klik. Dus met een magneetje of wat dan ook. Nee, massief. Yes. Ignition. Oh, ja, mijn telefoon heb ik normaal niet hier liggen. Ik ben helemaal niet zo van de telefoon eigenlijk, maar het is echt telefoon. Oké.
echt kaartspel. Dat is al voor een opmerking. Hey. Hey, mag ik eens een keer opstaan? Ik. Hugo. Dan kom je een naam tegen. Ja, het gaat om het idee. Pak jij eens een kaart waar je zelf wil? Ik pak eerst een kaart. Yes? Ja. Goed? Oké. Okay. Schrijf even je naam op de kaart. Ik mag hem gewoon zien. Ik mag hem zien. No problem at all. Dynamite. Nou, dan pak ik een andere stift. Voor het idee. Dan zal ik even een merktekentje opzetten. Zo. Een X. Ja. Oké. Okay. Ja, hou je hand even open als je wil. Pak een kaart, maakt het niet uit. 78 in dit geval. Ja. Leg even ze op de telefoon neer. Mm-hmm. Weet je wat, we gaan de kaart gewoon even hier neerleggen, dat is beter misschien. Oké, okay. Stel voor. Scheur hier een hoekje van jouw kaart. Zo. Ja? Ja. Plaats dat hoekje onder de kaart neer, op deze manier. Dan kun je iets heel bijzonders doen. Je kunt namelijk, als je hierover wrijft, ik zal het openlijk doen, als je erover wrijft, voor deze, zo, dan kun je dat hoekje van de kaart door je beschermhoes laten dringen. Voel maar, het zit echt onder. Wat? Zie. Klaar gezet. Echt het onder ook? Ja. Er is geen sneetje of zo? Nee, dat was wel heel makkelijk. Deze zit echt onder. Je zou het hele bescherm af kunnen halen, een stukje eruit kunnen halen. Dat zou ik niet doen, maar het kan zit er echt onder nu. Wow. Dit is Isolation van Peter Eggink. Waarbij ja, je schudt een hoekje van de kaart af, leg je op de telefoon. Je kan zelfs nog verplaatsen het stukje als je wil. En dan drinkt hij er doorheen en dan zit hij eronder. Dat is het idee. En je kunt, mensen kunnen de kaart ook meenemen als souvenir. Je krijgt ook de transparante hoes, hoef je zelf niet te zoeken, krijg je erbij. En het geheim van de truc. Je moet zelf nog even maken. Dat is minimaal werk trouwens. En dan ben je eigenlijk nagenoeg altijd klaar voor gebruik. Als je telefoon bij je hebt met hoesje erom, kun je hem eigenlijk altijd vertonen. Je moet natuurlijk wel eens plakaten bij je hebben. Alleen voor iPhone. Ja, ja, Isolation naam zegt voor i. Voor de iPhone 5, 5 plus, of het is 6, 6 plus. 6 plus, ja, ja, heb 6, je ook nog. 5. Ja, ik heb een 4. Oude telefoon. Kunnen we hem ook verleveren, dan moeten we het even van tevoren, moet even van tevoren weten. Dan kunnen we die voor jou ook regelen. Maar in principe is het van de 5 en de 6 eigenlijk het meest bedoeld. Ja. Isolation kost €35. Ja, leuk ding. Ja, absoluut. Isolation. Ik heb nog een nieuw kaartspel we binnengekregen hebben. Heel nice. Strak vooral. Ja. Heel strak. Ze zijn mooi, lekker. Ze zijn iets dunner, heb ik het gevoel, als bicycle. Ja, dat is ook een kaartenfabriek uit Hongkong. Dus het is niet zeg maar van United States Playing Card Company. Ja, Bokeboy, dat is een fabriek, ja. Ik vind ze wel. Toch is dit wel. Dit is wel bicycle. Opdruk, ja. De pips en al zijn wel een bicycle. Alleen de azen zijn er net weer anders. Tenminste, deze aas hard ook. Mm-hmm. Ja. Kijk maar, die spiekt. Oh nee, het is gewoon echt schoppenazen inderdaad. Schoppenazen en jokers. Zoals meestal. Strak spel. Ja, absoluut. Mooi voor met flourishes en dat soort dingen. Card Street vind ik een mooi spel daarvoor. Ja. Stel voor. Nee, is echt nice. Oké. Okay. I like it. Echt glad zijn ze ook, ze zijn nieuw. En lekker glad, ja. Kost €11,95. €11,95. Ja. De Blue Steel Playing Cards. René spiekt even op zijn lijst. Nou, ik heb mijn deel hier gehad. Jij ook? Ja. Er waren wel dingen die we nog moesten vertellen. Oh ja, en even niet opschrijven. Even denken, wat was dat ook alweer? Oh ja! Als je op onze site kijkt nu, hebben wij gisteren een pre-sale gelaunched. De Shenlim Dream Act. De Fism Act van Shenlim. Oh, nou, ja. In Blackpool was hij trouwens ook te zien. Echt iedereen had het over dat ze geen niks van bal snapte hoe het werkte. net een woord zoeken. Dat ze helemaal niks van begrepen hoe dat werkte. Het is ook wel heel cool. Dit is dus de act die je ook bij Penn & Teller deed. Die gaat hier nu in zijn geheel verkopen. Je krijgt het compleet. 3,5 uur online video instructie. Plus
de gimmicks. Dus komt er ook uit zijn mond, komt er ook uit kaarten. Er zit ook allemaal bij. Oplaadbare batterij, oplader, noem maar op. Zit allemaal bij. Je moet nog wel wat dingetjes maken ook zelf. Maar de gimmicks zijn al zitten erbij. Die hele act gaat beperkt in omloop zijn. Dan gaan we één partij maken. Dus als die op zijn, zijn die op. Maak het niet opnieuw, eenmalig. Dus om toch wel enigszins selectief te houden. Gaat €245 kosten, de hele kit. Indien je hem bestelt voor 19 mei, want dan krijgen wij hem fysiek binnen, over 2 weken dus. Krijg je hem voor €229. Scheelt je dus zeg maar €16 als je al voor inschrijft. Zijn te bestellen via de site, gewoon al bestellen. En wij zorgen dat je hem dan opgestuurd krijgt zodra wij die ontvangen. Ondertussen heb ik hier waarschijnlijk het laten zien nog een Shinlim, een stukje uit die act. Gewoon hele gave dingetjes. Goeie zaak om te zien. Die is wel commercieel heel slim bezig. Koop er eens 1000 van die pakketjes. Ja, maar ik denk niet dat er zoveel. Ik weet het niet, maar omdat hij zegt. Het kan natuurlijk eenmalig en dan 1000 stuk. Dat kan. Juist dat als je zegt van dat het exclusief is. Ja. Dan willen mensen extra hebben. Dat klopt. Als je nou had gezegd 100 stuks exclusief, dan hadden we het geweten. Maar nu zijn er misschien 10.000 extra. Maar 10.000 goed bezig, eenmalig. Goed bezig. Een mega gave act. Ja. Is ook zo. Ja, het gaat absoluut niet vanzelf dingen bij hem. Nee. Absoluut dus, het is een meester in alles klopt. Ja. Zijn vingervlugheid, zijn timing, de muziek, alles wat je eigenlijk kunt bedenken waar je over nadenkt of een act klopt bij hem. En dat is ook waarom veel goochelaars het niet begrijpen, omdat zijn timing als zo goed is. Het is geen trucje wat hij doet eventjes, van kijk ik heb een leeg doosje dicht en weer zit iets in. Het is zo'n gestroomlijnde nagedachte act die aan elkaar gebouwd is met allemaal handelingen. Waardoor het echt zo sterk maakt. Dat is gewoon het echte werk. En dat kun jij nu leren. €229. Voor jou. Wat hebben wij nog meer op programma staan? Wij hebben 28 mei nog steeds de workshop van Luke Jamee gepland staan. Mm-hmm. Volgens mij zijn er nog 6 plekken uit mijn hoofd. 5 of 6 plekken vrij. €100. Privéles van Luke Jamee. Van 1 tot 6. 28 mei. 29. En de 30ste, heel goed maken. En de 29ste, dat is maandag dan, is de lezing. Ook nog plaatsen vrij, maar goed, dat komt allemaal goed. Dan meestal last minute. Maar als je bij de workshop wil zijn, wacht er niet te lang mee, want vol is vol, geen uitzonderingen. Nee. David Stone, 13 juni, hadden we volgens mij ook al, weet niet of we al gezegd hadden. Voor de 4e keer komt hij. Ja, dan wordt weer lachen. En we hebben in het najaar 20 november... Zo hebben we zoveel geboekt staan. We hebben ook weer een lezing van... Ik heb het niet gepubliceerd. Ik heb alleen de datum doorgekregen. Oh, wie was het ook alweer? Dat is een verrassing. Die zetten we niet in beeld. Maar ik weet vorige week dat er een datum doorkwam van... Dan komt die. Ik weet het niet meer wie het was. Want we zijn met zoveel mensen bezig met lezingen... Dat ik het niet eens allemaal kan bijhouden. In mijn hoofd, mensen. Want het schiet me ook nu te binnen als ik het even opgeschreven. Nou, dan zijn het er echt veel, hoor. Als jij dan niet meer bij kan houden. Ja, dat is ook wel zo. Maar er komt nog veel meer. Dus dat wordt nog veel, ik wil toch nog een keer zeggen, degene die nog nooit naar een lezing zijn geweest, en die toch elke week deze filmpjes kijken. Die gooien we nu even een filmpje. Oh ja, van hoe het eruit ziet. Terwijl je dit kijkt, we hebben een filmpje, even een heel snelle compilatie heb gemaakt van Kieran Johnson. Dat zie je nu. Nice. En die zijn we al 2 weken vergeten dat erin te zetten. Ja, nou, terwijl je dit dus aan het kijken bent, hoor je dus mijn stem tussendoor. Ja, nou. Ja. Zo ziet het ongeveer uit. Allemaal mensen bij elkaar die allemaal van goochelen dingen weten. Ondertussen worden trucs gedaan. Hij legt meteen daarna uit hoe je dat moet doen. Het is niet zo dat je een pasje moet hebben van dat je anders niet binnenkomt. Ja, je moet. Ja. Iedereen is welkom op die lezing. En niet alleen wij vinden het leuk. Die man die hier die lezing komt geven. Die vindt dat gaaf. Ja. Je krijgt zoveel kleine tips die van iemand die werkend professioneel jarenlang bezig is. Ja. En alles wat uit zo'n man, zijn mond, uit informatie komt, is gewoon heel interessant om naar te luisteren. Op welke manier dan ook. Haal je er maar één dingetje uit naar voren. Dan kan jou je volgende truc al helpen en nooit krijg je daar spijt van, nooit. Nee, is ook zo. Het is gewoon... Dat wil ik even zeggen eigenlijk. Ja, het is gewoon... Ze verkoop ik altijd spullen. Nou, we hadden laatst Bond Lee, nou, die heeft eigen productlijn. Nou, en dan zie je productprijzen die gewoon soms onder
de helft van de normale prijzen liggen. Dat kan omdat die mensen dat zelf uitgeven. Normaal zitten er een aantal plekken tussen waar wij het hier hebben. En we zijn producten gewoon duur. En als er mensen dan hier zijn, kunnen ze dingen gewoon heel goedkoop aanbieden. Dus dat is gewoon, het heeft alleen maar voordelen. Ja, maar realiseer je even dat de mensen die dus normaal gesproken trucs op de markt brengen, die wij ook hier verkopen, de bedenker daarvan en de uitvinder, die komt dus hier om wat dingen te laten zien. Ja. Ja, besef je even hoe... Ja, dat is zo. En dan zijn we hebben in de loop der jaren echt al heel veel mensen gehad. Echt al heel veel. Je kunt het zien op onze archiefpagina. Eigenlijk zou je ook in de website moeten komen kijken. Ja, alle foto's heel hier veel hangen. Foto's van alle mensen die hier zijn geweest. Dan gaan we mee op de foto ook. We hebben inmiddels 2 mega fotolijsten vol. En ik heb nog heel veel foto's die niet eens zijn afgedrukt. Omdat we er geen lijst meer hebben waar het in past. Ook je plek maar om het op te hangen. Nee, ook dat nog. Ook dat nog. Oh ja, 20 november. Luca Volpe. Luca Volpe, mentalist. Die komt hier naartoe. Ik moest even altijd schoon mee te binnen. Slordig dat ik het niet wist, maar ik was ook niet op voorbereid. Luca Volpe op 20 november. En voor de rest, alle feestdagen hebben we een beetje gehad nu. Voor moederdag is het op zondag, dus hoeven we niks te melden. Gisteren waren we dicht, was helemaal vaatsdag. Koningsdag waren we ook dicht, was vorige week. Misschien een ontbijtje op bed uit een duivenpan. Ja, precies. En voor de rest zijn wij er over een week of 2 gewoon weer met een update. Want deze, je hebt al gemerkt waarschijnlijk deze update een week te laat is. Te laat, omdat het te laat is. Normaal elke 2 weken, vanwege vakantie vorige week, is er niet van gekomen om er eentje op te nemen. Dus vandaar deze update. Mocht je je stierlijk vervelen, dan surf lekker op onze website rond. Mocht je rijbewijs hebben of een buskaartje, treinkaartje, spring in de bus, auto of trein en kom naar Velden. Ja. We helpen je graag hier in de winkel. En bedankt voor het kijken weer naar onze update. Groetjes en tot de volgende keer. Hoi.